Welkom bij de tweede aflevering van Backspace met vandaag het post-E3-event van Nintendo en natuurlijk het nieuws van de afgelopen week. You are now about to enter. En het eerste wat opviel deze week is natuurlijk het verlaten van Don Mattrick bij zijn vertrouwde nest Microsoft. Zo'n grote jongen, Kelvin. Ja, het was natuurlijk toch een beetje de grote CEO van de Xbox, om het zo maar te zeggen. Ja. Het gezicht van de presentaties. Bij de Xbox 360 zagen we altijd het podium opklimmen. De Xbox One persconferentie heeft hij natuurlijk nog steeds gepresenteerd. Ja. En hij was ook natuurlijk vaak in het nieuws met wat grappige uitspraken. Dat hij zoiets had van, als jij geen internet hebt, weet je wat, koop lekker gewoon een Xbox 360. Middelvinger. Weet je, dat soort dingen. Ja, vorige week nog over gehad inderdaad. Ja, en nu is hij gewoon weg. Hij is gewoon footsie, pleitos. En ik vraag me af, is dat een slecht ding? Was er niet al veel meer aan de hand achter de schermen dat deze man dat zei? Ik denk het wel. Ik denk dat dit al langer speelde. En ik heb zoiets van, het kan twee kanten zijn. Of hij had zoiets van, fuck Microsoft, eigenlijk interesseert het me allemaal niet meer. Mm-hmm. En krijg lekker een dikke middelvinger. Ja. Of het is zo dat ze hem gewoon, want het is natuurlijk toch een CEO op hoog niveau. En daar kunnen ze niet zeggen van, hey, je komt eventjes bij Steve Ballmer, de Microsoft guy. En ze zeggen van, we flikkeren je er even uit. Ja, zo gaat dat niet, weet je. Nee. Die krijgen gewoon een grote zak met geld mee. Ze zeggen bedankt voor je dienst en ze sjoemelen hem er op een nette manier uit. Ja. En ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat hier gebeurd is. Dat ze hem gewoon op een nette manier eigenlijk zijn ontslagbrief hebben gegeven. En dat meneer nu bij Zynga zit. Want laten we eerlijk zijn, van Microsoft naar Zynga. Wat is Zynga? Ja, of hij heeft meer vrijheid. Misschien ook wel echt een aantrekkelijk, ongetwijfeld een aantrekkelijk contract. Ja, nee, zeker weten. En ik wens hem ook heel veel plezier daar. Ik bedoel, wat dat betreft, het was altijd wel een goede gozer. En ik denk dat hij daar ook zeker wel zijn kunstje waar gaat maken. Als je ook trouwens kijkt naar de aandelen van Zynga, die zijn met 10% gestegen. Vanaf het moment dat aangekondigd werd dat hij daar dus de nieuwe CEO werd. En dat is dus wel ook een interessant weetje inderdaad. Ja. Want ja, dat betekent toch echt wel dat het business is, hoor. Ja, dat denk ik ook. Het is heel interessant. Dus verder was er natuurlijk nog veel meer nieuws deze week. Ja, Ubisoft. Ubisoft, ja jongens. Dat is ingebroken in de database van Ubisoft, mensen. Ja, in de database van Ubisoft. En het is natuurlijk niet voor het eerst. Hè? Het is niet voor het eerst, nee. Ja, PlayStation Network. Juist. Wat kunnen we hier aan doen tegen dit soort lui die dat flikken? Opsluiten. Is Ubisoft zo slecht met de beveiliging? Dat vraag ik me dan af. Ik denk het niet. Of zijn het gewoon hele slimme, slinkse dudes die dit doen? Ik denk het laatste. Want als je gaat kijken dat partijen als PlayStation Network, als echt de grote jongens, om het zomaar even te noemen, als die gehackt worden, dan kun je aan de ene kant zeggen ze zijn lui. Maar aan de andere kant kun je ook zoiets hebben van misschien is het wel gewoon zo dat die gasten gewoon zo dusdanig op de hoogte zijn. Want het zijn natuurlijk ook gewoon programmeurs. Ja. Alleen ze werken de andere kant op. Ja. Dus als daar ook gewoon goede gasten tussen zitten en die vinden toevallig een lek en ze weten in te breken. Ja, ik denk dat daar persoonlijk vrij weinig aan te doen is. Wat is de schade voor Ubisoft eigenlijk? Dat ligt eraan, want we weten niet op welke website is ingebroken. Dus het kan de Uplay-account zijn. Nou, in dat geval is de schade natuurlijk nog te beperken. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat het inderdaad op de gewone Ubisoft website is. Waar misschien ook wel je creditcardgegevens gewoon leuk bekend zijn. Dus het is een beetje de vraag. Ik vind dat Ubisoft ook wel wat opener had mogen zijn tegen de gamers. Wat er precies gestolen is en waar er precies is ingebroken. Iedere gamer heeft wel een mailtje gehad. Feit is wel dat men zijn paswoord, zijn of haar paswoord moest veranderen. Ja. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja, maar ja, je weet nog steeds niet welke gegevens ze wel en niet hebben. En ik vind eigenlijk dat als ze dan open kaart spelen, dat ze dat ook goed hadden moeten doen. Ja, daar heb je wel inderdaad een punt. En dan wil ik naar het volgende punt gaan. Dat weten jullie ongetwijfeld. GTA 5 komt er natuurlijk aan. Ja. Die ligt vanaf september in de winkel. 17 september, meen ik. En ja, die is dus op de Xbox 360 twee discs. Wordt als twee discs geleverd. Ja, dat klopt. Vereist 8 gigabyte installatie. Maar het mooie is, je hoeft dan niet meer te swappen tussen die twee cd's. Want alle geheugen wordt netjes opgeslagen op je harde schijf van je Xbox 360. Nou, ik vind het een hele goede zaak. Ik bedoel, ik had niet graag gewild dat als ik in die stad rijd en ik rijd naar de andere kant van de stad, dat hij op een gegeven moment zegt plaats disc 2. Weet je, dat is gewoon uit de jaren 80, bewijzen van. En ik heb zoiets van, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Ik vind het dan ook netjes van Rockstar dat ze het op die manier gewoon hebben opgelost. Dat ze zeggen van, joh, weet je wat, fuck it. We gaan gewoon lekker op deze tour verder en op die manier lossen we het op.
absoluut, ben ik helemaal mee eens. Ja. Nog een heel leuk nieuwtje. Het schijnt dus dat, terwijl jij bezig bent met een missie in GTA V, dat je in aanraking komt met allerlei situaties. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je in een straat loopt ergens in New York en plotseling wordt er een winkel overvallen. Dat is cool. Ga jij degene helpen? Mm-hmm. Of negeer jij het gewoon en laat je gewoon de bandieten hun gang gaan? Dat is inderdaad een heel leuk nieuw iets. Ja, dat is zeker erg interessant. En ja, persoonlijk heb ik zoiets van, we moeten het allemaal maar zien, weet je. GTA 4 was ook heel erg gehyped. Persoonlijk vond ik die ook minder leuk als San Andreas. Dus eerst maar een beetje afwachten, ja, welke stijl gaan ze op? Ze gaan natuurlijk nu ook met die drie personages. Als je iemand achterlaat, loopt die gewoon terug naar zijn huis. Er zitten wel een hoop leuke nieuwe dingen in. En ik denk dat er op dit moment gewoon nog te weinig over GTA 5 bekend is om daar echt een oordeel over te kunnen geven. Dat gaat uitwijzen. We gaan het zien. Ja, precies, inderdaad. En ook een multiplayer is natuurlijk al lang bevestigd. Daar schijnen ook leuke nieuwe dingen in te zitten. Daar weten we ook nog niet zoveel van. Dan ga ik wel even naar een andere game waar wel het een en ander van bekend is geworden wat betreft multiplayer. Dynamische maps, en dan heb ik het over Call of Duty Ghosts. Ja. Geen kleine game. Nee, het is geen kleine game. Maar als ik eerlijk mag zijn, ik zit er niet meer op te wachten. Ik heb de beelden gezien van Battlefield 4... Ik heb de beelden gezien van Killzone 4. Ik zag Call of Duty en ik dacht bij mezelf... Weet je, ik vind het tof, maar ja, ik ga er niet meer voor. Ik begrijp je, maar laten we even in acht nemen dat het een hoop vernieuwing met zich meebrengt. Tenminste, als we Activision en Infinity Ward moeten geloven. Het is namelijk zo dat terwijl je aan het spelen bent, er is een map die heet Freefall. Die krijg je dus cadeau als je de game pre-ordert. Mm-hmm. Nou, wat er gebeurt, de spelers worden geplaatst op een wolkenkrabber, skyscraper. Mm-hmm. En die staat op instorten. Terwijl je aan het spelen bent, stort er steeds meer in. En je moet ook oppassen dat je niet naar beneden valt. Hè? Daarom heet het ook freefall. Mm-hmm. Dat is toch best wel bruut eigenlijk. Ja, ik moet het nog zien. En als het inderdaad zo werkt als dat ze zeggen dat het werkt, dan is het heel interessant. Maar de vraag is ook, gaat dat het natuurlijk doen? Dat is altijd maar, weet je, uitgevers kunnen zeggen wat ze willen, maar op het moment dat het eigenlijk gewoon niet werkt, of neem nou even als stomste voorbeeld Project Natal toen de tijd, met Milo, van kijk eens wat we kunnen en hooi je. Weet je, het is een extreem voorbeeld. Het is een extreem voorbeeld, maar het is wel zo, uitgevers kunnen ons alles wijsmaken. Ik bedoel, Watch Dogs, niet om wat te zeggen, maar op deze E3 vond ik het er minder indrukwekkend uitzien als de E3 hiervoor. Oh, absoluut. En dan heb ik gewoon zoiets van jongens, je kan gewoon de boel flessen waar je bij staat. Oei. Dus uitgevers kunnen ons zoveel anders wijsmaken als dat het daadwerkelijk in de winkel komt te liggen. Dus daarom heb ik zoiets. Ik geef pas een oordeel op het moment dat ik het in mijn handen heb gehad, dat ik het zelf heb gespeeld, dat ik zelf kan zeggen wat ik ervan vind. En op basis van een nieuwsberichtje van er gaat wat instorten, ik kan er niet veel mee. Sorry. Nee. Ik moet het zien. Nou, en dan gaan we weer even naar de next-gen oorlog. Die is nog steeds in volle gang. En uiteraard. De media doet er natuurlijk ook lekker aan mee. Dan hebben we Edge, een heel bekend blad. Ja. Gamesite, een van de grootste ter wereld. En die komen dus met een cover, met een picture van PlayStation 4. Ja? En daar staat gewoon opgedrukt op de foto van de PlayStation 4... This is gonna be your next console. In die trant, zeg maar. Dus van, joh, dit wordt jouw volgende console. Zij bepalen eigenlijk over de consument dat de PlayStation 4 de allerbeste keuze is. Ja, misschien is het ook niet zo gek als je kijkt naar de presentatie van Sony. Ze hebben natuurlijk wel even keihard ass gekikt. En dat hebben ze eigenlijk op twee manieren gedaan. Heel simpel. Enerzijds, dat hebben ze wel gedaan, maar dat maakt zijn hardware niet beter. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik snap wel dat Sony op dit moment even de gedoodverfde winnaar is. Ze hebben gewoon heel slim een filmpje gemaakt. Met die hoge guy van Sony, dat hij die game geeft aan die ander. Zo, this is how we share games. Mm-hmm, bam in the face. Ja, en Microsoft is natuurlijk gewoon super stom geweest. Want die hebben de prijs genoemd op de E3. Dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Dus Sony, het enige wat ze hoefden te doen was zeggen van... Hey, wij zijn €100 goedkoper. Yay! Weet je? En ze waren klaar. Want er is eigenlijk al uitgekomen dat de planning van Sony was om een bundel uit te brengen met Knack erin. Ja. Die soort platformer. Ja. Met die robot, weet ik veel, die een vorm kan trouwens veranderen. Het ziet er heel cool uit. Ja. Met die camera erbij. Ja. Voor €500. Ja. Nou ja, goed. Als je haal Knack eruit. Haal die camera eruit. Ja. En je hebt €400. Ja, klopt. Er is natuurlijk ook bekend geworden dat Sony al meerdere plannen klaar had liggen. Dus op zich heb ik dan ook weer zoiets van, misschien hadden ze gewoon 80 tactieken en ze keken gewoon wat Microsoft ging doen. Tuurlijk, kijk, ze konden gewoon... Ze hadden de luxe positie. Ze hadden de luxe positie, want ze waren de tweede... op Microsoft. Ze waren niet voor niets een half uur te laat, want ik zat om 3:30 s'nachts nog achter de laptop met mijn snuffert om Sony te kunnen volgen. Ja. Dus ze waren gewoon 1:30 te laat en nu weet je ook eigenlijk waarom ze 1:30 te laat waren natuurlijk. Ja, dat brengt ons eigenlijk ook gelijk op de Gamescom. Wij zijn natuurlijk ook weer aanwezig dit jaar op de grootste Europese beurs. Hell yeah. Eigenlijk de E3 ieder jaar een beetje dunnetjes wordt overgedaan. Ja. En wij gaan daar weer leuke items schieten. We gaan gezellig in een hotelletje zitten, alle parties af. En jij kan daar natuurlijk bij zijn als je gewoon enter.nl blijft checken. Want iedere dag komt er een verse video straks op de site. Dus check het vooral uit.
Er is natuurlijk ook wel wat nieuws over de Gamescom. Ja. Zo zijn Microsoft en Nintendo dit jaar allebei aanwezig. Ja. En vorig jaar was dat niet het geval. Nee, ik vind het logisch natuurlijk. Ik bedoel, Microsoft heeft ontzettend veel te bieden op dit moment. Hij heeft natuurlijk een hoop games laten zien tijdens E3 voor de Xbox One. En Nintendo, ja, doet niet onder, want die komt ook met gigantisch veel software. Die wij pas al hebben mogen uittesten. En ja, ik denk dat Nintendo nog meer heeft te bieden. Tenminste, dat weet ik, want dat hebben ze al eigenlijk door laten schemeren. Ja, inderdaad. Er is bekend geworden dat Nintendo zoiets heeft van... wij gaan niet alles op de E3 laten zien. Ze hebben al bekendgemaakt van... we hebben nog een aantal titels die dit jaar uit gaan komen... die wij gaan laten zien op de Gamescom. Ja. En wat zou het toch vet zijn... als er gewoon weer een Nintendo Direct zou komen... met dit keer Reggie Fils aan mee... in plaats van die Iwata met zijn gebuigen en zijn... Ja. En dat hij gewoon daar opkomt op een mooie locatie. Dus niet in een kaal bedrijfspand in Tokio... maar gewoon op een mooie locatie. Mooi pakken, Jan. Waar ga jij naartoe? Nou, wat ik hoop... Het gaat nooit gebeuren, maar dat Reggie Fils mee opkomt en dat hij zegt... We have a special invention for all the fans of Nintendo. We have something that we haven't showed you before. Mm-hmm. But now, Nintendo can present another game this holiday season... which will bring you all the excitement, the new greatness, Zelda, the new... Legend of Zelda. Graphical improvement of the Wii U. I present you, here at Gamescom, The Legend of Zelda for Wii U. Oké, als dat echt gebeurt, ja. Fantastische imitatie trouwens. Ook je klemtoon en de stiltes tussen de woorden. Ja. Precies, Reggie. Vind ik echt fucking cool. Reggie. Maar... als dat gebeurt, dan heeft Nintendo iedereen in zijn zak. Dan wordt het leuk. Want dan wordt het dit keer niet meer GTA 5, GTA 5, GTA 5. Maar als het eruit gaat zien, zoals die tech demo die wij hebben gezien vorig jaar op de E3. Dan heb ik best wel een grote vermoedensdrang. Dat is alweer twee jaar terug trouwens. Ja, dat er veel meer Wii U's worden verkocht. En dat GTA 5 misschien wel net zo goed gaat verkopen als misschien wel die nieuwe Legend of Zelda. Want kom op, wie zit daar niet op te wachten? Nee, maar dat is toch... gekke werk. Hoe zou Nintendo in godsnaam het kunnen realiseren om een Zelda dit jaar nog uit te brengen? Ja. Als dat echt de troef is die ze achterhanden hebben, dan zijn ze briljant. Dan zijn ze briljant. Want dan is de game eigenlijk, inderdaad, ze lieten hem in 2011 voor het eerst keer zien bij die tech demo, die er natuurlijk badass uitzag. Ja. Dan zijn ze dus al eigenlijk sinds 2009 of 2010 bezig met het ontwikkelen van de huidige Wii U Zelda. Daar zijn ze al veel langer mee bezig, joh. Die gasten die houden het gewoon heel slim stil. En wat ik interessant vond, was dat de laatste nieuwsbericht op een website stond. Ik weet even niet meer waar ik het gelezen heb. Maar daar stond dus dat Reggie, diezelfde Reggie Fils mee, die zei dus gewoon op die website van... The only way to be creative in this industry is to become silent. He, dus gewoon eigenlijk niks laten merken van wat je doet. En op het laatste moment met een bang. Want dan kunnen ze het niet meer jatten, zegt hij. En daar heeft hij gewoon heel groot gelijk. Daar heeft hij ook gelijk. Iedereen die denkt van GTA 5 gaat het worden. Ja. Hij komt dadelijk in één keer misschien. En als hij het doet, nou dan sta ik op mijn kop. Een nieuwe serieus. Zelda. Dan komt hij met een nieuwe Zelda. Hij komt met een nieuwe Metroid. Hij komt met een weet ik veel wat waar niemand eigenlijk een beetje naar uitkeek. En vervolgens in één keer bam. Oh, en nog iets. Hij ligt over 3 maanden in de winkel. Nou, dan hoe gaat geniaal iedereen is dat? Een Wii U halen. Serieus. En ik denk, als Nintendo een beetje slim is. En zeker hoe ze het op de E3 hebben aangepakt. Wat natuurlijk gewoon schandalig was. Ik bedoel, geen persconferentie en met die buigingtjes. En let's take a look at this. Kom op zeg, dat slaat toch nergens op. Nee, ik had zoiets van, als ze dit doen. Dan denk ik dat ze een hele grote troef in handen hebben. Maar ik denk persoonlijk dat het niet gaat gebeuren hoor jongens. Ik zou er niet te veel hoop op vestigen. Nee, ik ook niet. Maar dat is natuurlijk... Je mag altijd hopen. Ja. Je mag altijd wensen. Je mag altijd dromen. Ja, en anders hebben wij de scoop. En dan zijn we de eerste bij deze. Dan hebben wij gewoon, wij gewoon de scoop bij deze. We hebben de fucking nieuwe Zelda scoop. Dan zeker is opgenomen op 3 juli 2013. Dus mocht het waarheid worden, wij waren de eerste. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en nog wat anders. Ik wil het over Rare gaan hebben. Het is natuurlijk een talent wat bij Nintendo zich volop heeft bewezen. En met briljante platformers op de proppen kan zetten. Bij de N64 tijd en dergelijke. Tuurlijk. Rare heeft een beetje zijn glans verloren. Beetje. Ze zijn gedegradeerd tot avatar ontwikkelaar. Hoe laag wil je zinken? Nee, maar er is toch een ex-medewerker die nu gezegd heeft van... Rare heeft het talent niet meer in huis. Nee. Iedereen heeft het nest verlaten. Doordat ze vonden dat Rare te veel transformeerde in Microsoft qua beleid. Maar nu schijnt hij wel gezegd te hebben dat Rare weer bezig is met een soort wedergeboorte nu ondergaat. Ja.
Omdat ze alles weer op de rails willen krijgen met toptitels die... Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken, weet je. Ik heb gewoon zoiets van, moet je luisteren, die gasten die weten al tijden dat dat zo aan de gang is. Ik vind dit ook totaal geen nieuws, weet je. Toen Microsoft Rare overnam, toen kwam nog... toen kwam nog Conquer Live Reloaded en die andere game waar ik de naam even kwijt ben. Hoe heet die ook weer voor de Xbox 360? Dat is een exclusive. Cameo. Die was goed. En daarna, toen kregen we Viva Pinata en allemaal andere kutzooi. Vervolgens gingen ze avatars maken. Banjo-Kazooie met wat meer weggaat van Miel Monteur. Dat was gewoon echt belachelijk. Ja. En ik heb gewoon zoiets van, ja, weet je... er komt nu een nieuwe Killer Instinct. Wat mij betreft mogen ze het waar gaan maken. En als ze het waar maken, ik zal ze supporten. Want Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark, GoldenEye, DK64... het waren allemaal echt games die mij heel erg aan het hart lagen. En ja, ik denk zonder die mensen die dat ooit gemaakt hebben, die pret is weg. Dat kleine huiskamergevoeltje wat ze hadden, ja, dat werd opgeslokt in het corporate business gevoel van Microsoft. En daar is die studio gewoon aan verrot gegaan. Ja, en daarbij komt ook nog eens bij kijken dat elke developer, elk talentvol individu binnen het team van Rare, wat Banjo en ik, weet ik wat weg. Allemaal weg. Hadden ook een hele grote liefde voor Nintendo. Ook dat, ja. Ze hielden van Nintendo, hadden een warm hart voor Nintendo. Ja. En dat verdween allemaal zodra ze inderdaad in die coöperatie terechtkwamen, wat Microsoft heet. En daar hadden ze geen zin meer in. Waar ik wel heel interessant gedachtes bij heb, is dat de oprichters van Rare, dus die creatieve gasten waar jij het nu over hebt, die willen dus samen een nieuwe studio gaan beginnen. En ze willen dus een spirituele opvolger op Banjo-Kazooie gaan maken. Ja, maar en voor dat, vind console... ik veel, dat vind ik veel interessanter, ja, ik ook. Als dat ze dat, dus dat... met Rare met een nieuwe Banjo komen. Ja, maar zoiets... dat is wel... een gevolg van, snap je? Dus er is een hoop gebeurd, dus tuurlijk, je krijgt een gevolg. Dat is het gevolg daarvan. Ja, ze voelen absoluut weer kriebels. Ze willen graag weer iets van, net zoals Banjo neerzetten. En het kan niet op een Nintendo-console. Nee. Ja, we moeten het op een andere manier gaan doen. Als ze een nieuw bedrijf gaan beginnen, waarom zou het dan niet naar de Wii U kunnen? Dan zou het misschien wel op een Nintendo-console kunnen. Dan kan de Wii U inderdaad het juiste platform daarvoor zijn. Ja. Maar ze kunnen ook voor PlayStation 4 misschien wel een badass platform maken. Ja, of multiplatform, je weet het niet. Het ligt er maar net aan wat ze ermee gaan doen. En ik heb zoiets van, we zien het allemaal wel. In ieder geval, de Gamescom komt er binnenkort natuurlijk alweer aan. Augustus. Dus eigenlijk binnen anderhalve maand dan weet jij alles op dat gebied. Wat dat betreft eigenlijk het nieuws. We gaan nu even over naar Nintendo. Want afgelopen week waren Jeffrey en Bas en al die andere aapjes uit onze redactie, die waren gezellig naar Nieuwegein gegaan voor het post-E3 evenement. Ja. En daar konden ze aan de slag met al die games die Nintendo heeft laten zien op de Nintendo Direct van de E3. Ja. Dus Donkey Kong Country natuurlijk. Tropical Freeze was speelbaar. Tropical Freeze. Super Mario 3D World. Ja. Eigenlijk Mario Kart hebben jullie zelf gespeeld. Bayonetta 2, Mario Kart 8. Ja. Sonic Lost World, niet te vergeten. Was die speelbaar? Ja. Interessant. We gaan absoluut zien. Leuke platform. En dat gaan jullie nu zien. De E3 ligt natuurlijk alweer ongeveer 2 weken achter ons. En Nintendo geeft ons vandaag de gelegenheid om alle toppers die zij toonden in Los Angeles aan de tand te voelen. Een van de games die aanwezig is, zoals ik net ook al zei, is natuurlijk Link Between Worlds voor de 3DS. De nieuwe Zelda. Hell yeah. De afbeelding, dat slaat natuurlijk alles op deze game. Ja, super. Mogen we hem niet meenemen, maar... wat we wel mee mogen nemen is de kennis over de game die we zojuist hebben gezien. En wat zag het er vet uit. Ja, het is gewoon Link to the Past eigenlijk weer. Als je teruggaat naar de Super tijd. Maar je hebt gewoon alle toeters en bellen, zeg maar, die de 3DS kan realiseren. Dat zit natuurlijk in de game. De view is precies hetzelfde als Super Nintendo. Alleen ik heb de 3D view gezien. Ja, het is gewoon super tof om daarmee te spelen. Serieus. Ja, nee, we hadden twee korte demo's die in elkaar overliepen. Je begon, zeg maar, met de field. Dat is dus eigenlijk gewoon Hyrule waar je in... wij in rond gaan lopen. Het kasteel was afgesloten. Je kon niet naar het zandgedeelte. Je had eigenlijk alleen maar de basisoppervlakte, wat we ook kennen van de SNES-versie. Ja. En vervolgens konden we naar de allereerste dungeon, die nog precies op dezelfde plek zit. Alleen, daar was iets mee. Het was totaal anders. Het was helemaal ingericht op de nieuwe future die Nintendo heeft aangekondigd voor deze game. Paper Link. De Paper Link. Zoals je hier ook kan zo zien. Zo noemen we hem, Paper Link. We noemen hem even Paper Link. Je kan namelijk als je bij een muur in de buurt staat, op een knop drukken. Je gaat tegen de muur aan. En je kan zo doende, kan je ook van het ene platform naar het andere platform komen. Het was even wennen.
Maar het speelt enorm lekker. Ja man, bedoel, het is gewoon echt weer Zelda zoals je het kent van vroeger. Als er een vijand omhoog springt in 3D-mode, zeg maar, op je 3DS, dan zie je die vijand echt, die komt gewoon naar je toe springen. Ik vind de animatie onwijs mooi van Link. Ja, de omgeving Hyrule is echt exact als Super Nintendo. Je herkent het gelijk weer terug, alleen dan lekker in een 3DS-jasje. En die dungeons worden weer ouderwets gaaf. Ik zeg gewoon, elke Zelda-fan moet hier een 3DS verkopen als hij straks in september in de winkelschappen ligt. Eerder bespraken we natuurlijk de nieuwe Zelda, Link Between Worlds voor de 3DS. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hier aanwezig was bij Nintendo vandaag. Nee. Ik bedoel, we hebben echt een shitload aan games gezien. Ja, Mario Kart 8 noem ik al bijvoorbeeld natuurlijk. De nieuwe Sonic, Sonic Lost World, vind ik echt aangenaam verrassend. Bayonetta. Bayonetta was aanwezig, Pikmin Multiplayer, Sonic en Mario, het Olympic Games. Ga zo maar door, Wind Waker HD. Ja, welke game heeft jij nou het meeste verrast eigenlijk? Nou ja, misschien dat mensen me heel erg graag aankijken. Maar ik vond Zelda heel erg leuk. Maar ik had toch ook wel zoiets van... Ja, maar Mario is ook wel leuk. En ik heb ze nu alle twee kunnen spelen. Oh ja, Mario 3D World niet te vergeten natuurlijk. Ik vind Mario 3D World toch wel echt een hele toffe platformer. Nou, ik heb eigenlijk zoiets... Mensen die zeggen van ja, het is gewoon een 3DS-kloon. Sorry, maar dat is gewoon dus niet zo. Nee, we hebben hem gespeeld. En je hebt veel meer vernieuwing. Echt serieus, je hebt echt veel nieuwe dingen. Inderdaad, door die pijpen heen. Wat je ook op internet overal zag, die beelden... Dat geeft toch echt wel een heel ander gevoel aan de game, hoor. Ja, je kan nu ook gewoon echt zien van wat gebeurt er naar binnen in zo'n pijp. Ja. Want het gaat gewoon echt alle kanten op. En je kan zelf ook nog, als je in die pijp zit, kan je zelf nog zeggen van ik ga naar links of ik ga naar rechts. Ja. Nou, in het midden van die pijp kunnen dan ook nog wel weer een paar vijanden zitten die je dan weer kan wegblazen. Precies. Alleen dat kan niet op het moment dat je in de pijp zit. Dat moet je dan echt buiten het pijp, dan moet je echt gericht in die pijp schieten om dat voor elkaar te krijgen. En ja, dat is heel erg cool. Zeker cool. En een game die je ook niet mag vergeten is The Wonderful 101. Ik heb hem nu ook weer goed gespeeld. Ik vind hem heel innovatief qua gameplay. Het maakt onwijs goed gebruik van de Wii U gamepad. Je kan dus gewoon bijvoorbeeld, je zet een rechte streep op het scherm van de gamepad. Ja. En je hebt een zwaard in je handen. Oh? Ja, serieus. Nou, dat is nieuw je maakt een golfje op de gamepad en je hebt een vuist. Je vecht als een vuist, een brandende vuist. Zo had je nu vier verschillende wapens in deze demo die je kon tekenen. Okay. Maar de uiteindelijke game krijgt gewoon veel meer wapens nog die je kan tekenen op je scherm. Hoe cool is dat? Nou, dat is enorm vet. Nou. Zo'nzelfde soort feature, alles ook bij Bayonetta, dat je weer met dat scherm kon tekenen. En, ja, het lijkt erop dat best wel veel games dat tegenwoordig met zich mee gaan krijgen, maar als optie. Ja, nee, precies. Bayonetta is trouwens ook één groot spektakel. Heeft me ook echt goed verrast, hoor. Ik bedoel, je springt van de ene straaljager naar de andere in de lucht. Daarna jas die straaljager in het lichaam van een monster. En dan zie je hem ook pijn hebben. Dan sta je ineens op een trein. Sta je tegen een moeilijk grote vijand te vechten. Ik bedoel, waar gaat het heen met die game? Het is één groot, ja, één groot spektakel. Hack en slash verstaan. Ja, echt. Die kant moeten we denk ik wel op. En ja, wat ik ook denk dat wel goed is. Is dat het nu echt een Nintendo Only... op een Nintendo-only platform, zeg maar, komt. En daardoor moet ik aan de Wii U. En met mij velen. Ja, Nintendo heeft hele goede aan Platinum Games. Dat moeten ze echt zo houden. Welke games hebben we nog? Ja, Sonic Lost World heeft me echt verbaasd. Serieus, het is niet gewoon Mario Galaxy. Het heeft allemaal elementen van Mario Galaxy. Ja. Maar hij voelt gewoon aan als een Sonic. Je kan razendsnel rennen. Je kan rollen. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan schuin rennen. Hij is echt vet om te spelen, man. Nee, maar wat je hebt, wat het idee is, zeg maar, daarachter, is je kan gewoon als een gek rennen. Wat je ook zegt. Maar je Precies. kan er ook voor kiezen om wat langzamer te gaan. Om door wat langzamer door de levels heen te gaan. Juist. Je kan ook op een gegeven moment een insteek naar rechts maken. Dat je onder het level terechtkomt. Precies. Je hebt dan ook nog wel die echte rennenstukken zoals we ze kennen uit de echte Sonic games. Ja. Het is eigenlijk een mix tussen Colors, de Original Sonic en Mario Galaxy. Ja. Ja, ik denk dat we die kant, dat ze dat samenvoegen, dat we wel een compleet plaatje hebben. Ik denk dat Sega hier een hele goede stap mee maakt met deze Sonic qua franchise. Want Sonic lag best wel op zijn gat en dit gaat Sonic echt wel weer een nieuw leven inblazen. Daar geloof ik wel in. Nou ja, ik was eigenlijk wel een beetje klaar met Sonic. En, ja, ik ook. Ik heb nou zoiets van bring it on. Ja, ja, inderdaad. Same here. En natuurlijk, die mogen we niet vergeten, de nieuwe Donkey Kong. Die heeft me ook echt verrast. En jou ook, dat weet ik. Want het is echt geen Wii-clone. Nee, totaal niet. Ook de camera angles die net weer iets anders draaien. Ja. Die camera die gaat echt zo met je mee. Ja. Dus ja, dat gaat er dan wel weer voor zorgen dat we echt wat spektakel gaan krijgen. Op een gegeven moment had ik echt zoiets van, waar gaat Donkey Kong heen? En die dook zo door een boom heen. Ja. Hoe vet is dat? Ook de co-op is cool.
Kopen ze ook als koe. Je moet samenwerken. Je moet zorgen dat je verder komt in de level door bijvoorbeeld Diddy tegen iets aan te gooien. Waardoor het ding naar voren knalt en je het lettertje kan pakken. Hè? De G bijvoorbeeld van Kong. Ja. Weet je, dat vond ik een heel leuk aspect. Ja, dat was ook niet met Diddy. Dat was met een vijand die, waar je op kan staan. Dat is trouwens een nieuwe feature. Oh ja, je moest de vijand moest je gewoon. Je kan nu ook vijanden pakken. Ja. En een van de mensen die eraan werkt, die heeft ook gewerkt aan de Super Mario 2. De Europese versie, die wij dus kennen. En die had ze iets van, nou, dat gooi-implement, ja. dat kennen we wel. Ja. En dat, weet je, dat willen we terugbrengen. Nou, dat heeft hij heel goed geïmplementeerd in deze Donkey Kong Tropical Freeze. Ja. Ik ben er heel happy mee. Maar wat ik me nou afvraag, Jeff, we hebben nu een hoop games besproken. Mensen weten, hebben nu al een goed beeld van wat we hier hebben gezien. Welke game zou jij nu gewoon op dit moment in je zak willen stoppen en zeggen van, toedeledoke jongens, ik ga spelen. De nieuwe Zelda, A Link Between Worlds. Oké. Okay. Maar ik heb het net geprobeerd en ze vonden het niet zo leuk. Nee, weet je welke game voor mij dat is? Mario Kart 8. Weet je waarom? Om gewoon, we hebben er net niet over gesproken. Express niet, serieus. Hij ziet er echt mooi uit. Hij is super scherp. Echt gewoon de eerste keer Mario Kart in HD. Je kan hem met z'n 12 tegelijk op Nintendo Network straks online spelen. Je kan hem local met z'n 4 tegelijk spelen zoals we gewend zijn van de oude. En hij ziet er gewoon cool uit. Maar ook hoe de banen in elkaar zitten. Ja. Als je tegen de rand aan gaat, ineens ben je dan anti-gravity, zeg maar. Een beetje F-Zero-stijl. Ja, dat is een beetje F-Zero-stijl. Het voelt helemaal niet aan als F-Zero. Het is echt Mario Kart. Maar echt Mario Kart-fans, geloof me, Mario Kart 8, ik kan echt niet wachten. Heel simpel. Ja, helaas, het duurt nog even. Het duurt nog even. Lente volgend jaar. Nintendo wil niet zeggen wanneer die precies uitkomt. Zodra we daar meer over weten, lezen jullie dat natuurlijk op Enter. Voor nu moeten we denk ik helaas afsluiten. Ja, ik denk het ook. Ik zeg terug naar de studio. Welkom terug. Tot zover de post-E3 show van Nintendo. Ik wil het over een andere Nintendo game gaan hebben. En dat is ook gelijk onze retro game van deze maand. En dat is Super Mario World voor de Super Nintendo. Super Mario World! Woehoe! Ja, Super Mario World is nu natuurlijk verkrijgbaar voor de Wii U e-shop voor 8 euro. En ik heb zoiets van, voor mij is dit de beste Super Nintendo game ooit gemaakt. Oké, zo. Dat denk ik ook wel eigenlijk als ik het zo bekijk. Ja, het is, het was gewoon een revolutionaire stap vooruit. En het is vandaag de dag nog steeds ontzettend leuk om te spelen. En dat vind ik zo uniek. Absoluut. Het was de opvolger van de Super Mario Bros. Games op de NES. Ja. En wat Super Mario World zo uniek maakt, dat is natuurlijk die gigantische world map voor de eerste keer. Dus niet werelden, maar gewoon echt een enorme map. De geheime uitgangen in de levels. Dus dat je gewoon een geheime uitgang kon vinden. Waarna je dus naar een nieuw level kwam waar je normaal nooit van je leven voorbij zou komen. Nee, klopt. Je had Yoshi voor de eerste keer in verschillende kleuren ook. Met dus de bongo's kon, en dat geluid zo. Boom, 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 weet je, als je erop gaat zitten. Ja, ik kan het niet nadoen, maar... Ja, zoiets. Hij kon nog niet zo spartelen. Zo, dat kwam later pas. Maar het was wel echt een hele grote toevoeging natuurlijk. Ja, dat sprongetje was er. Fruit eten. Je had die speciale knoppen die je kon vinden. Waardoor je dus blokjes in de levels kon activeren. Waar je op kon staan. Waar normaal anders lucht was. Dus dan kon je weer op nieuwe platformen komen. Ja, het was gewoon een heel uniek game design. En vooral die game was ontzettend lang. En ontzettend uitdagend. Ja. De meeste Mario games die we de afgelopen tijd gezien hebben waren dat niet. Praat ik vooral over de 3DS versie. Nieuw Super Mario Bros. 2. Voor ja, de gedeeltelijk mee eens. Maar inderdaad. Vroeger was het wel echt uitdagend. Dat is absoluut waar. Laat ik het zo zeggen. Ik heb moeite gehad om mijn Wii U-pad van 140 euro niet een paar keer flink hard op de grond te smashen. Dus dat zegt denk ik genoeg over de moeilijkheidsgraad, gezien ik best wel een platformliefhebber ben. Ja. En ik vind het gewoon nog steeds een van de beste games ooit gemaakt. Het is niet relevant om het verhaal weer te gaan vertellen natuurlijk. Weer Bowser, die Princess Peach ontvoert. Nee, dat maakt het is helemaal niks uit. Interessant. Maar die game die is gewoon top. En mocht jij van een goede Mario-platformer houden en eigenlijk nog steeds de nieuwe Super Mario Brothers serie een warm hart toedragen. Ja. Dan is dit gewoon nog steeds het beste wat je kan krijgen. Zelfs vandaag de dag nog. Ja, het gaat gewoon om bepaalde criteria die je net al opnoemde. Waarom de game zo'n klassieker is. Waarom de game zo tijdloos is eigenlijk. Tijdloze platformer. Ja. En ja, voor die 8 euro is het gewoon meer dan waard. Dit was alweer de tweede aflevering van Backspace van Enter TV. Hou onze site in de gaten. En ja, wat rest mij nog om te zeggen eigenlijk tegen jullie. Gamesen en tot volgende keer.